Ik ben Dirk Oud-Voortwis, ik ben biologische boer in Kokengen. En we hebben hier ook een melkveehouderij met zo'n 70 koeien op 60 hectare. En onze uitdaging is om zo veel mogelijk samen te werken met de natuur. Ik denk dat het heel belangrijk is dat, dat je mag ontdekken als boer welke rol we hebben in de natuur. En uiteindelijk oogsten we als boer in de natuur, we werken samen in de natuur. Je kan soms zien de landbouw loszien van de natuur, maar uiteindelijk leven we in een grote kringloop waarbij alles een functie heeft. Dus je hebt de gewassen, je hebt de dieren die dat eten, je hebt de insecten, je hebt de organismen. Maar wat wel eens gebeurt is dat door menselijk handelen dingen niet helemaal meer goed functioneren. Bijvoorbeeld, om een heel simpel voorbeeld, mest is eigenlijk best goed voor de bodem, voor het bodemleven. Maar stel je doet te veel mest, dan kan het averechts werken voor het bodemleven. En dat je dingen bestrijdt, maar uiteindelijk moet je dat altijd blijven bestrijden. We kunnen beter proberen die balans te vinden. En het idee is toch om te kijken van, hey, hoe werken dingen? Hoe kan ik dit op een natuurlijke manier soepel laten lopen? En ik denk dat je echt vooruit moet denken. En moet denken van, hey, hoe is het over 10 jaar en hoe is het over 20 jaar en over 30 jaar? En daarvoor kies ik ervoor om in stro te investeren. Ik koop zo'n beetje 7000 euro per jaar sowieso aan stro. En dit jaar is het zelfs hoger omdat de stroprijzen vrij hoog zijn. Dat is een behoorlijke investering, maar ik geloof dat het een investering is in de bodem. Voor mij was het heel belangrijk toen ik stal ging bouwen, dat ik nadacht over wat heeft mijn bedrijf nodig. En dat is dat die bodem goed is. Het voordeel van vaste mest is, het is een veel natuurlijker product. Omdat een koe poept een plas normaal niet op hetzelfde moment. En het valt altijd op organisch materiaal. In dit geval is dat stro. En er zit zuurstof bij. Dus je krijgt een natuurlijke vertering van je mest. En dat is ook een hele gezond product. Dat is anders dan drijfmest. Want dan is het eigenlijk zonder zuurstof en zonder organisch materiaal. Komt het in de kelder terecht. En dat geeft eigenlijk een chemisch proces. Planten kunnen even goed wel opnemen. Maar lange termijn is het minder goed voor de bodem. Vaste mest is veel beter voor je bodemleven, want het is veel minder scherp als drijfmest. Dus je bodemleven kan er eigenlijk veel meer mee. En er komt ook meer bodemleven, doordat er ook eigenlijk een rustigere vertering is en het wat minder scherp is voor de bodem. En er is natuurlijk veel minder uitspoeling met vaste mest. We merken dat de kwaliteit van de bodem echt heel erg verbetert. En dat is fantastisch. Daardoor hebben we genoeg gras en hoog kwaliteit gras. Lage veehoudskosten. En daarbij ben ik de bodem aan het bewaren voor nog een aantal jaar boeren. En ook het bedrijf heel gezond en vitaal maakt. Het is echt leuk, want je gaat gewoon anders kijken naar je bedrijf. En je gaat echt genieten van koeien in het land. Je geniet van de vegetaties, van de bloemen. En het is echt fantastisch om te mogen boeren.